Hallo mensen en welkom weer op een gloednieuwe vlog. Ik ben even de muziek even uit aan het zetten of anders heb ik zelfs copyright claim. Hallo allemaal. De vlog van gisteren staat dus op renderen, dus dat is ook alweer al goed. Ik ga dus samen met mijn schatje even nog Rummy Cup spelen. Het is opnieuw een doodgewone zondag aan het worden. Ik heb ook al een livestream gedaan, ook al twee wedstrijden van Koninkrijk 2. Dus twee wedstrijden, Koninkrijk 2, 2. Dus ja, mijn lievelingsgetal wordt 2. 2. Nee, ja. Ik ga ook binnenkort nog eens een giveaway doen, dus dat was ook nog eens de vraag naar. Zeg, wanneer ga ik nog eens een giveaway doen? Awaal, binnenkort. Wanneer juist, hoe of wat, ik ga het nog allemaal eens zo goed eens uitdokteren, maar ik ga dan wel eens een giveaway doen. Ik ga nu samen met mijn schat even Rummy Cup spelen. Dan ga ik nog eens zien, als ik dan nog eens een livestream ga doen of zo, dan moet ik nog zelfs allemaal bezien. Goed. Scheelt er? Ah, kijk eens hier. Wat een knuffel, mensen. Oh, ziet eens wat een schat dat daar is. Voilà. Ik geef ook kusjes aan haar. Ik hou van u. Voilà, mensen. Nu hebben jullie het ook gehoord, hè. Dus, wij gaan nu... Rummy Cupen! Hallo kijkers, jawel. Ik heb juist toch twee uurtjes gelivestreamd. Koninkrijk 2, een paar mappen gespeeld. Daarna heb ik mij ook nog even bezig gehouden ook op Discord. Wat heb ik dan gedaan op Discord? Daar heb ik, ik geloof, twee nieuwe topics aangemaakt. Ik ga eens heel snel kijken nog gauw. En daarna ga ik wat series kijken. En dan misschien bericht verzoeken. Spam. Oké, voilà. Dat is ook precies iets nieuws van Discord. Dus ja, ik heb daar twee nieuwe topics ook geopend. Welke games heb jij... Jij allemaal. Ik ben daar ook nog mijn hele lijst ben ik daar van A van, nee niet van A van 0 tot 9 en de tekens en dan nog eens van A tot en met Z allemaal aan het toevoegen op op Discord. Dus ik ben nu eerst alleen nog maar mijn Steam lijst aan het toevoegen. Op Steam heb ik de meeste games. Daarna gevolgd door Epic Games, dat ik daar ook nog redelijk wat games heb, ook heb openstaan. Dus die gaan ook dan nog toegevoegd worden, ook nog wel op Discord. Voilà. Ik ben nu terug wat actiever geworden ook op Discord. En er is ook dus de nieuwe kanaal is er ook terug in leven geroepen, plus 18. Dus jullie zien het, hè. Als jullie geduld hebben op Discord... Dan doe ik ook nog wel iets op Discord. Maar niet continu. Oh, dan moet je dit doen. Dan moet je dat doen. Dan moet je dit doen. Dan moet je dat doen. Dan moet je dit doen. Dan moet je dat doen. Nee, daar hou ik niet van. Dus, ik ben nu nog mijn vlog aan het renderen. Die duurt nog een uur en 24 minuten. En dan hoor ik een geluidje. En dan ga ik die ook uploaden. En, ik ga je ook nog één ding, de stand van zaken laten zien. Oh ja, eens even wachten tot die wandelaar voorbij is. Of wandelaarster. Dat kan ik jullie nog eens laten zien. Voilà. Kijk eens, kinderachtig zijn ze ook heel goed bezig met de bouwen. Jawel, ik krijg weer al nieuw volk hier heel dicht bij mijn appartement. En straks, jawel, de afwas nog verder doen. Die staat nu allemaal nog perfect in de week. Dat is goed, dat we gaan drijven. Amai, die bocht is nu in één keer heel wit geworden. Laat dat nog maar even weken. En dan komt dat wel goed, dan moet ik daar gewoon maar eens over wrijven. Ja, ik doe eerst nog het water helemaal weg.
daarna nieuw water erin en daarna ga ik verder afwassen. Oh, ik heb nog één afwasje staan. Zag ik. Ah nee, nog twee afwasjes staan. Dat is mijn tas en haar tas. Die moeten ook nog op de tocht. Ah, oké. Okay. Dat is niet zo erg, dat is niet zo erg. Voilà. Staan hier nu ook weer al op de toog. Zie dus wat hier allemaal al op de toog staat voor weer al de afwas te doen. Kleine wasjes, grote wasjes. Laat me lekker draaien. Voilà. Dan zie ik jullie allemaal. Ik kan nog even gewoon nog eerst dit ook nog doen. De koffie weggooien. Want die moet niet continu in die pot staan. En dan ga ik richting mijn schatje terug. Dan gaan we wat familie kijken. Wat hè? Ja, ik moet even. Ah, jij moet even doen. Oké. Okay. Oh, voilà. Ah oh, ja, schat. Ja. Hoe vaak haal ik u nu? Ik ben toch tegen vroeger heel vaak heel. Heel veel veranderd, hè? Ja. Opruimen. Want ik hoorde dat jij in een vlog had gezegd dat ik moeilijkheden had met opruimen. Bij u. Dat ik altijd alles liet slingeren of zoiets. Oké, als dat zo waar is. Mensen die mij regelmatig ook mijn vlog zo wat bijhouden. Laat eens even hier eens in de comments weten. In welke vlog zeg ik dat heb gezegd. Want dat wil ik ook wel eens terugzien. Dat ik daar heb gezegd ja of nee. En als jullie vervangt van er. Schatje, ja? Dat was een periode dat wij heel veel ruzie hadden gehad. Ah, ook in de periode waar we heel veel ruzie hebben gehad. Heb je dat ook op beeld gelegd? Ah ja, want jij zegt in een vlog. Ja, jij hebt dat in een vlog gezegd wanneer ik er niet bij was, want anders wist ik dat. Ah, oké. Okay. Dus mensen, het is de beste fans. Dus nu kunnen jullie wel eens laten zien als jullie de echte fans zijn. Dus laat het hieronder in de comments weten over welke vlognummers dat we het hebben. Daar waar we ruzie hebben gehad en al. Laat gewoon de nummering hierachter. Dat is wel, toen dat we nog samen waren, hè? Ja, nu zijn we ook terug samen. Ja, maar van bijna 2 jaar geleden. Ja. En we hebben toen een half jaar ruzie gehad en toen heb je heel veel gepraat gehad over mij, wat eigenlijk ook niet goed was. Dat klopt. En laat het even in de comments weten, gewoon welke nummers, dan kan ik daar ook nog eens terugkijken. Want mijn schatje zegt dat het al 2 jaar geleden is. Nee, we zijn bijna 2 jaar samen geweest. Ja. Daarvan, we kennen elkaar nu 5 jaar. Ja. Daarvan zijn we we kennen elkaar van 2019. Ja. Daarvan bijna 2 jaar samen geweest. Mm-hmm. Daarna 4 jaar vriendschap. Maar bijna 2 jaar, die half jaar, na de 1 jaar, hebben we alleen maar ruzies gehad. Dat is waar. En nu gaat het terug hartstikke goed tussen ons en dan proberen ze er. Allee, er zijn sommigen bij, vind ik, die soms misschien het niet zo bedoelen, maar waardoor wij wel ruzie krijgen. Dat is wel waar. Zo gelijk ook, als ze ook in de comments schrijven van oh, is die zaag nu weer op bezig van de beeën? Dat is niet waar. Jullie, wat jullie zien of horen, is wanneer dat mijn camera aanstaat. Maar achter de camera weten jullie exact niet wat er gebeurt. Wij praten ook heel veel met elkaar. En soms komt er eens ruzie bij kijken, maar dat is normaal in een relatie, vind ik. Ja, en ik heb mijn gsm net gehoord. Ook, terwijl ik het zei. Ja. Nee, maar goed, laat ons weten welke vlog dat was, van dat ik zogezegd niet goed opruimde of zo. Mm-hmm. Want daar ben ik heel nieuwsgierig naar op de manier hoe hij dat heeft gezegd. En wat ik ook jullie ook nog binnenkort ook als taak ga geven, dat is nu nog niet, dus nu nog niet doen, alsjeblieft nog niks van games hieronder posten, dus ik ga nu even over iets anders doen, niks over games posten, wat ik wel binnenkort eens ga vragen, kijk, als mijn hele lijst af is, zoals Steamlijst, Epic Games, Ubisoft, EA, dan mogen jullie dan
te pas daaronder plaatsen wanneer dat ik het echt vraag van kijk, welke games willen jullie nog terugzien op een gameplay ofwel op een livestream? Want de laatste tijd ben ik... deze week heb ik toch weer al heel veel gelivestreamd. Echt waar, heel veel. Dan moet ik wel eens terug eens gaan naar mijn computer. Ik heb deze week hoeveel streams afgelegd? Even gaan kijken. Dat content, live. Oh ja, ik moet nog een beoordeling aanvragen. Oh, dat is ook al gebeurd. Dus wacht, hè. Wanneer is het begin van deze week geweest? Dat is de vierde. Oké. Dus 1, 2, 3, 4, 5 livestreams hebben jullie al deze week gehad. 5, hè. Een volledige handvol, hè. Dus een livestreamje van 36 minuten 51 seconden. Dan nog eens een livestream van 1 uur en 54 minuten. Dan nog eens een livestream van 41 minuten. Een livestream van 1 uur en 8 minuten. En dan nog eens een livestream van 1 uur en 52 minuten en 22 seconden. Als jullie dat allemaal bij elkaar telt, is dat al meer dan 3 uur livestream op deze week. Yay! Ik heb het nog eens, het is nog eens gelukt om redelijk veel. Is de zand van hun of van hun? De zand is van hun, die dicht bij de serres liggen. Maar die ook op de middelstuk is die ook. Ja, het kan zijn van wel ja, dat ze daar nu even de zand allemaal dumpen. En dat ze dan daar dan met de greepkraan daarna, met containers daar, komen ophalen en dan wegvaren. En waar dan naartoe? I don't fucking know. Voilà, zo, mensen. Ik ga jullie nu laten. Ik zie jullie straks nog wel allemaal terug. Ik ga nu ook mijn GoPro even wat voeding geven. Wilt jij ook nog gauw iets zeggen? Jouw. Ik moet even een gekke stem maken, sorry mensen. Oké. Dus, ik ga jullie nog zeggen. Ik ga hier, voilà. Deze, ik ga die dus lekker terug wat voeding geven. Die gaat weer op lijst zijn. Ja, ik kreeg eten bij de camera. Ja, lekkere stroom eten. En daarna zal ik nog wel eens terug nog een paar beelden maken. Wat er nog vandaag te doen is of zo. Ja, mensen, ik weet het. Het is vandaag ook Hasselt Carnaval. Waarom zit je daar niet gaan filmen? Omwille van, ik had er gewoon geen goesting in. En omwille van, ik heb dan... Last van uw darmen. Ook last van mijn darmen. Dus ik moet daar ook regelmatig dan naar de wc kunnen gaan. En dat lukt dan niet. En dan de tweede optie is... Ik wil ook eens wat meer livestreamjes deze week doen. Dat is mij ook goed aan het lukken. Daar ben ik ook echt 1000% mee dankbaar voor dat dat aan het lukken is. Bij deze, ik zie jullie allemaal straks terug. Yo. Na wat series te hebben gekeken, ben ik nu een lekkere kip rijst met gele currysaus en kip aan het eten. De kip is gemaakt door mijn schatje. Dankjewel, want het smaakt echt heerlijk. Ze is hier ook nog altijd bij mij. En ze is er ook lekker van aan het smullen. Straks naar huis. Ja, dat is weer het minpunt. Maar ja. Zo te groter wordt de liefde weer al. Hè? Als we al kan terugzien. Dat is waar, hè. Voilà. En we zijn nu naar de Smurfen aan het luisteren. Als jullie het zo wel op de achtergrond hebben gehoord. Zo, tot later. Na een hele lange livestream te doen. Ben ik hier nu alles uit aan het zetten. Ga ik Bea ook naar huis doen, want dat is ook nodig. En ja, er is een komen. Hè? Huh? Daar is het uur voor. Ja, en ik wou zeggen, er is een komen en een gaan. En nee, nu is het tijd om te gaan. En ik vind mijn schoenen niet. Die staan hier. Nee. Hè? Huh? Ik denk hier. Oh, hier, zegt mijn schat. Hier, zegt... Kijk, zij is erbij. Hier zit mijn schat, denk ik. En mijn schat heeft... Heeft gelijk. Voilà.
Zie, zo kunnen we ook met elkaar omgaan, hè, hoe we nu doen. Voilà, ja. Hoeft niet per se altijd ruzie te zijn of zo, hè. Voilà. En trouwens, hebben we vandaag of gisteren ruzie gehad? Volgens mij niet, nee. Nee, totaal niet. Nee. Voilà, ze. En meestal, en soms heb ik nog eens ergens goesting in, hè, als ze gebukt staat. Nu dan ging ik snel zitten. Oh, ze ging al snel zitten. Ik ben, ben nog één ding nog iets aan het zoeken. Dat is mijn rijbewijs. Je portemonnee bedoel je? Ja, mijn portemonnee. Natuurlijk. Ja. Dus ik hoop dat jullie ook hebben genoten van de livestream, mensen. Echt waar, ik heb de laatste tijd veel gelivestreamd. Echt waar, jullie mogen content zijn dat er een week boordevol livestreams ook zaten. Wat scheelt er? Ik kan mijn sokken niet aandoen. Waarom niet? Ja, dan moet ik mijn dikke teen mee met die naam. Ja. Dat ga ik niet zeggen, even op de stream. Op de vlog. Ja, ze heeft ergens last van. En meer kan ik niet zeggen. Nee, het is niet de rode vlag. Het is niet de rode vlag. Nee, nee, nee. Het is iets anders. Het is totaal, totaal, totaal iets anders. Dus. Oh, ah, oké. Okay. Ze heeft gisteren gebloed. Of is dat, ja, wel, gisteren gebloed aan haar grote dikke tien. Daar hebben we dan ook... Dikke tiennagel, ja. En ja, daar geeft ze nu ook nog altijd wel last van. Klein beetje veel, denk ik. Als ik sokken aandoen op die komt dan doorkrijgen. Ah. Niet als ik die gewoon beweeg of zo. Oké. Okay. Ja, ik ben de sokken aan het doen. Ja. En dan kunnen we vertrekken richting jouw thuisje. Dan weer lastigheid nemen. Schat, zie je iets op de kamer waar ik aan het vergeten ben? Nee. Totaal niet. Oké. Okay. Goed eens kijken. Nee. Nee. Maar ja, ik ga hier ook al dan de vlog ook beëindigen. Ik zie jullie allemaal. Ik hoop dat jullie ook allemaal... massaal ook hebben gekeken naar mijn livestream, want daar zaten in totaal toch in een piek van 19 viewers. Dankjewel, al de 19 mensen die allemaal naar hebben mij gekeken. Eén voor één, een dikke shout-out naar jou. Voilà, dank je voor de mensen die ook achter mij hebben gevraagd en wel die voor mij waren. Voilà, so, dat mag ook nog wel eens gezegd worden. Hè? Ja, ja, ja. Allee mensen. Vergeet geen duimpje omhoog te doen. Vergeet hier onderaan niet te abonneren op mijn kanaal. En vergeet ook niet op mijn belletje te drukken. Dat is haar hand. Love you, de mensen die van mij houden. Ja. Dus vergeet niet op mijn belletje te drukken. Dan blijf je op de hoogte van dat er een nieuwe vlogvideo of een livestream is. En voor de rest zeg ik nu altijd als laatst. Yo, 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 yo. Zo mensen, ik ga toch nog een timeslapje maken. Ik ga dat ook nog een kleine toevoeging doen op mijn vlog. Een kleine timeslapje van het afwas, wat er ook nog allemaal moet gebeuren. Het is verdomd veel. Het is echt verdomd heel veel. Dan vind ik er nog toch nog een goede kwartier, half uur kan er toch nog aan bezig gaat zijn. Nu alles eruit aan het halen, want alles heeft wat in de week gestaan. Dat is wat ik hier allemaal uithaal nog. Wat in de week heeft gestaan. Voilà, sa. Sessa. Nu het water nog even laten weglopen. Daarna. De deksel erbij nemen. Hier vind ik nog twee glazen. Dan zal ik zo in de slaapkamer kijken of daar nog wat afwas staat. Daar staat dus totaal geen afwas, dus dat is goed. Dus ik zal zeggen, mensen, geniet nog maar van de hele leuke timeslap. Ik ga de bombakken wat uitdrijven. Voilà.
nu het water erin doen en dan kan de timeslap beginnen. Tot. Ja, en dan als de timeslap afgelopen is, ga ik me dan nog douchen. Dan nog iets kijken en dan slapen. Voilà, zo zit mijn avond er ook nog alleen nog in. Misschien dat ik ook mij nog gewoon ga scheren. Kan ook nog gebeuren. Maar ja, dat zien we dan wel. Zie jullie allemaal morgen terug. Yo, yo, yo. Nog van de timeslapjes heb genoten. Nu ga ik zeker mijn vlogcamera insteken, de bestanden eraf halen, dan nog mijn douchen, dan nog iets kijken en dan slapen. Ah ja, deze ook nog eerst in de koelkast zetten. Vandaag bij de koelkast aangebroken. Met dus dringend melk beginnen te drinken. 1, 2, 3, 4. Ja. Zijn die allemaal open? Ik weet het niet. Ik moet dat nog eens allemaal eens testen. Dus mensen, ik zie jullie allemaal de volgende keer terug. Vergeet geen duimpje omhoog te doen. Vergeet hier onderaan niet te abonneren op mijn kanaal. En vergeet ook niet op het belletje te drukken. Blijf je op het hoogte wanneer dat er een nieuwe vlog, video of een livestream is. Ik zie allemaal jullie de volgende keer terug. Voor de tweede keer. Yo, 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 yo.